Het is oorlog in showbizland. Evert Santegoets, 61, heeft de ex-verloofde van Gordon, 55, geïnterviewd en de tv-miljonair is uit op wraak. Hij heeft zelfs aangifte gedaan tegen de hoofdredacteur van Privé, wat volgens Yvonne Coldeweijer niet heel erg kansrijk is. Kunnen de twee het niet beter gewoon uitpraten met elkaar? Het had gisteren bijna gekund, want zowel Evert als Gordon waren aanwezig bij het Amsterdamse festival Milkshake. Je ging gisteren naar een festival, merkt collega Jordi Verstegen op in de podcast Strikt Privé. Evert zegt daarop, ja, het Milkshake Festival. Voor het eerst van mijn leven. Ik vond het hartstikke leuk, alleen ik was nog niet binnen of mensen komen naar me toe en zeggen, Gordon is er ook. Ik denk, wat zal dat brengen als ik die tegen het lijf loop, maar wat loopt daar rond? 6, 7, 8000 man of zo? Tussen die mensenmassa is Gordon niet gespot door Evert. Ik ben hem niet tegengekomen. Ik denk dat er al met al wel een man of 50 waren die zeiden, Gordon is hier. Je grote vriend, Gordon. Dan denk ik, dan zal hij dat ook wel gehoord hebben, maar we hebben elkaar niet gezien. En als ze elkaar wel hadden gezien? Ik denk niet dat het bij Milkshake meteen met een handshake goed was gekomen, maar ja. Ik heb nog niks gehoord, als dat je volgende vraag is.